vandaag film ik de meest gevraagde video op mijn kanaal. Ik ga een roomtour doen. We staan hier voor mijn kamerdeur. Eerst doe ik een overview van mijn kamer. Kom maar mee. Dit is mijn kamer. Wat je ziet als je in mijn kamer binnenkomt, is mijn bed. Zoals jullie weten, komt het bed uit de IKEA. Als je dit bed ook wilt, de link staat in de beschrijving. Direct rechts in mijn kamer zie je deze kast. Hij komt ook uit de IKEA, maar hij is roze. Hierboven op mijn kast zie je mijn eenhoornknuffel. Hij komt van de film Verschrikkelijke Ikke. Daarin was hij Agnes, haar knuffel. Als je deze ook wilt, de link staat in de beschrijving. Hierboven op mijn kast zie je een flamingo. Hij is ook weer roze en je kan er allemaal foto's aanhangen. De link van deze staat ook weer in de beschrijving. En dan laat ik jullie nu zien wat er in deze kast zit. Hier links staat het Japans snoep dat het op 1 september wordt verloopt. Hier rechts zie je mijn roze tasje. En hierbij zie je een roze EOS, een handcrème en nog als versiering een ananasje. Hier links zie je mijn dressuur. Prijzen van vorig jaar en dit jaar. Hier rechts zie je de T van mijn naam, het gouden glitters. En ook nog een vogelkooitje met allemaal EOS'en in. En ook nog mijn eenhoorn telefoonhoesje. Hieronder heb je ook nog een sterretjeskussen. En daarnaast heb je ook nog een schilderijtje. Daarvan heb ik ook nog een video gemaakt. De onderste zijn leeg, maar hiervoor moet ik nog naar de IKEA gaan om pakjes daarvoor te kopen. Mijn kast heb ik jullie alles laten zien. Ik ga ze niet openmaken, want ik moet ze nog opruimen. In de kast zit namelijk al mijn knutselmateriaal. Die moeten in bakjes komen hieronder in mijn kast. Daarvoor moet ik dus terug naar de IKEA. En dan komen we nu aan mijn toilettafel. Deze komt ook weer van de IKEA en de link staat ook weer in de beschrijving. Rond mijn spiegel heb ik allemaal versierd met babylipsen. Er staat hier een draaipot en ook nog enkele babylipsen en andere lipbalsems. Hierachter zie je
nog een foto van mij en mijn vroegere buurtmeisjes. Deze heb ik ook gemaakt in een video waar ik allemaal foto's op een tegeltje plak. Verder zie je ook nog een paar lipglossjes van Babylips. Voor jullie het weer vragen, nee, ik draag ze niet. Ik verzamel ze gewoon. En dit is nog niet mijn hele collectie. Die zullen jullie zien in een aparte video. Hier verder staat nog een tasje met de flamingo. En nog een zelfgemaakt tasje. En daarop nog een apart spiegelkastje. Daarin bekijk ik de achterkant van mijn haren. Mijn krukjes, ook nog een speciale verhaal. Eigenlijk is het een kattenmeubel. Maar Sjoeke wou er niet in. Daarom gebruik ik hem maar als krukje. Hier rechts van mijn toilettafel zie je nog een IKEA-kast. Hierboven zie je nog mijn flamingo. En nog een zelfgemaakt schilderij. In het eerste vakje zie je de Babylips pennenzak die eventjes heb gezet. Daarnaast zie je een cola flesje met mijn naam op en heb ik gevuld met parels. Ook voor deze kast moet ik nog mandjes kopen. Daaronder zie je nog een doosje met een flamingo op en daaronder nog een ledlamp. Daarnaast zie je nog een krukje en hier rechts zie je weer een roze IKEA-kast. Deze keer heb ik ze opzij gelegd en dat vond ik ook hier iets mooier. Hierachter zie je nog een Eiffeltoren en daar zitten nog bloemetjes onder. Maar die zijn nu zijn nog saai, kartonachtig. En daarna ga ik hem beglitteren. Hier ligt nog een hoefijzer van kleur die ik goud heb gespoten. Daar zit nog een beertje, maar zoals ik al zei, moeten in deze kast nog mandjes. En dan stop ik al mijn knutselgerief hierin. Hier zie je mijn echte planten die ik in speelgoedfiguurtjes heb gemaakt. Ik weet het. Jullie hebben de video hiervoor gevraagd, maar die komt er nog aan. Hiernaast zie je nog mijn droom voor het filmen zo draaien. En dan natuurlijk mijn achtergrond, die ik natuurlijk al super vaak heb gezien. Voor de zomer heb ik een slinger gemaakt met flamingo's en ananasjes. Hier verder zie je nog de foto en handtekening. Van Joy en een vaas en een zomerventilator en de Babylips pennenzak en de Babylips kussen. Die heb ik ook allebei zelf gemaakt. De link staat in de beschrijving. Verder liggen er ook nog lichtjes op mijn kast. Een kalender, een vaas met nog meer lichtjes en een wereldbol. Hier verder heb ik ook nog zelf twee zelfgemaakte piemelklei schaaltjes. De link voor deze ook weer in de beschrijving. En dan nog mijn lampje. En dan zijn we weer aan. De lichtjes hierachter heb ik ook zelf gemaakt. Dat vond ik echt een zo mooi effect. Vooral als het donker is, zijn ze prachtig. Dat laat ik jullie nu even zien. Tadaa! Zo val ik meestal in slaap en als mama kan slapen, doe zij de lichtjes uit. Zo, dit was mijn roomtour. Natuurlijk moeten nog heel veel dingen gemaakt worden, maar voor nu, doei!